debat, dat heeft u georganiseerd in de Tweede Kamer, over Europa. Wat wilt u eigenlijk bereiken? Droomideeën over federaal Europa heb ik niks mee. Afstand te kunnen nemen van Europa, hoe gaat dat in zijn werk? Daar moeten we een discussie over hebben met de Tweede Kamer. Europa verandert nu in zo'n pijlsnel tempo. Is dat te doen? Is dat ik denk dat dat te doen is. Ja, zeker is dat te doen. Ja. Afstand te kunnen nemen van Europa. Dank u, maar nee, dank u. We hebben voldoende aan onszelf op dit moment. Want jullie willen ons er toch niet bij hebben. We kunnen wachten en wachten, maar afstand te kunnen nemen van Europa. En daar wil ik graag dat het debat over gaat. En dat moet. Waar is die idealist Frans Timmermans die zo hoopt van Europa? Of bent u alleen nog maar rationalist geworden? Nee. Maar kijk, werkt de euro nu goed? Nee, die werkt niet goed, want er zitten tekortkomingen, fouten in, gaten in. Nee, echt niet. Is dat onderzocht? Dat is toch niet zo vreselijk moeilijk. Nou ja. Als we het hebben geen over geld meer. Dat soort dingen. Wat zou die daarmee bedoelen? Ik heb geen idee, maar ik vind het wel leuk gevonden. Ja. Ik heb als dienaar van de kroon in deze rol. Klopt dat? Nee, dat hoop ik niet.